als je dwang hebt, dan heb je ofwel angst dat er iets heel verschrikkelijks gebeurt, ofwel je hebt een heel hevig gevoel dat het niet klopt. En je wil allemaal dingen te doen om dat gevoel weg te krijgen. Impulsies heette dat, geloof ik. Mijn impulsie is dat ik verhalen maak om het weer kloppend te krijgen in mijn hoofd. En even niet op Twitter zijn was zo'n verhaal voor mij. En het vervelende verhalen zijn heel goed die ik maak, want ze kloppen waarschijnlijk ook wel. Ik hou er alleen een beetje te veel krampachtig aan vast. Dat is de dwang. Het klopt, Twitter is een manier voor mij om heel druk bezig te zijn. En dan hoef ik even niet te voelen wat ik voel. En het was ook goed om eventjes aandacht te hebben voor verdriet, oude pijn, oud trauma. En nu kom ik weer achter dat ik veel te streng ben. En dat Twitter ook weer wel mag. Dus het dondert niet of ik wel Twitter of niet Twitter. Ik moet daar niet zo'n groot ding van maken. Maar dat is natuurlijk ook weer een verhaal, dat ik daar niet zo'n groot ding van maak. Kan ik weer trots zijn dat ik er niet zo'n groot ding van maak, toch? Maar ik kom er wel weer uit. Dit is een eindeloze lus. En die is eindeloos, maar hoe verder je in die lus zit, hoe dunner die wordt. Dus ergens komt daar lucht in. En daarom is de manier waarop ik weer uit zo'n lus ontsnap. Ik weet niet of dit nog te volgen is. Ik ben wel heel onmogelijk voor mezelf. Maar ook wel heel lief, gelukkig.